Goedendag. We gaan eens kijken naar het weekend weer. Het weekend kent twee gezichten, dat is duidelijk. Ik ga u de kaarten zo laten zien. We beginnen met deze foto, mooie opklaringen. Ook weer grote plas op de grond de afgelopen dagen. Weer flink wat water gevallen. En ook dit weekeinde houden we het niet droog. De zondag die beloofde ook weer kletsnat te worden. In Overijssel werden kraanvogels gespot. Dat zie je niet zo vaak. Maar het is wel een prachtig mooi gezicht. Kraanvogels die aan het trekken zijn van de ene locatie naar de andere locatie. die willen nog wel eens landen in Nederland. En hier hebben we een mooi voorbeeld vanuit Overijssel. Goed, de weerkaart dan die pakken we even op bij vrijdagmiddag want dan valt er ook weer nattigheid. Regen trekt er over het land. Trekt naar het oosten weg. En dan krijgen we een avond en nacht die vrijwel droog verloopt. Een enkel buitje kan er vallen. Verder zijn er ook opklaringen. En daar profiteren we zaterdag overdag ook van. Ook dan zijn er opklaringen, maar u ziet het zo af en toe ook wel wat wolkenvelden. En een enkel buitje blijft wel mogelijk. Zondag daarentegen is heel duidelijk, dat wordt een natte dag. Dan passeert er weer een storing en die brengt flink wat regen op veel plaatsen meer dan 10 mm. Dus als u van de regen houdt, dan moet u zich gaan focussen op de zondag. Houdt u wat meer van zon en droog weer, dan is zaterdag de ideale dag. Temperaturen zijn ook in het weekeinde nog hoog voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken in de middag zo'n 6-7 graden, daar zitten we ruim boven. 11 of 12 graden wordt het met een zwakke tot matige wind uit het zuiden of westen. Af en toe ook wel wat meer wolkenvelden, kan een enkel buitje vallen. Ik sluit dat niet helemaal uit, met name in het oosten en zuidoosten is dat mogelijk. En de zondag, ja dat is vrij duidelijk, dan passeert die regenstoring en die brengt dan overal regen. Temperatuur in de middag, nou ook overal hetzelfde, zo'n 10 graden zal het zijn. Bij een stevige wind uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Ja, en dan is er natuurlijk ook deels vakantie volgende week voor een hoop mensen. Wat kunnen we dan in Nederland verwachten? Nou, heel weinig variatie in het weer. Vaak heel veel bewolking. Van tijd tot tijd ook regenstoringen die passeren. En een temperatuur die over het algemeen tussen de 10 en de 11 graden ligt in de middag. Van vorst is geen sprake, geen winterse perikelen, dat is ook duidelijk. En het blijft stevig waaien. Fijn weekend.